Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear, het techprogramma waarbij Gamersnet.nl elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear met betrekking tot videogames met jullie bespreken. Naast me zit Tom, dit is Peter. En wat wij hier hebben is het nieuwe paradepaardje van Razer als het gaat om de keyboard. Je ziet al de funky verlichting van Toms eigen profiel. Het gaat over de Huntsman Elite. We hebben de unboxing al gehad. Check die ook vooral eventjes in de beschrijving. Tom, brand los. We hebben hier een keyboard die zijn weerga niet kent. Nee, letterlijk niet. Er zijn weinig keyboards als deze. Ja. Omdat Razer vrij vroeg, niet de eerste, maar vrij vroeg is ingestapt op de optische switch. Jazeker, na de mechanische schakelaar krijgen we nu ook optische schakelaars. Dus dat wil zeggen dat je met lasers gewoon berekent of je een toets wel of niet indrukt. En daar is dit dus het paradepaardje van. En daar betaal je dan ook voor, want het ding kost €210. Maar dan krijg je wel nieuwe technologie. Ja, lasers. Leg uit. Ja, nou, in wezen een mechanische switch is natuurlijk fijn omdat er altijd een soort vast contactpunt zit. Precies als jij drukt en die tactile bump voelt of niet, dat is een smaakkwestie. Dan wordt het signaal doorgegeven van oh, je drukt nu op de W, je drukt nu op de Z, whatever, dat soort dingetjes. Nu zit er een soort van lichtsensor die kijkt door het toetsenbord heen en die kijkt dus met de snelheid van het licht welke toetsen je indrukt. En dat klinkt natuurlijk heel erg overdreven, zo van ja, want dan ga je niet sneller van gamen of zo. Maar het is natuurlijk wel weer zo dat omdat er geen contactpuntje meer op zit, omdat die switch zeg maar niet een soort van slijtage kent, gaat die veel langer mee. En dus gaan al deze switches 100 miljoen kliks gegarandeerd mee. Dus 2 keer zo lang als een mechanisch toetsenbord, of in ieder geval het gemiddelde mechanische toetsenbord. Maar hebben we dan nog wel een klikje? Ja, er zit zeker een klikje in en dat is leuk. Dit is dus de eerste optische switch van Razer zelf. Ze willen ook niet helemaal laten weten wie hem precies maakt. Ze zeggen natuurlijk dat ze het zelf doen, snap ik ook wel. Er zit een klikje in, maar er zit niet meer de tactile bump in of zo. Er zit nergens dat er dus iets aanraakt. Maar ze hebben dus wel een soort van klikje gemaakt en dat zorgt ervoor dat hij een heel stevig klikgevoel heeft. Ook sowieso als je gaat kijken naar de keycaps, er zit een soort van barrières in, een soort van doosje, waardoor eigenlijk is hij heel erg stug. Hij heeft ook niet zoveel wobbel. Dat kan in sommige games, naar mijn idee, een beetje tegenzitten, of in ieder geval dat je even moet wennen omdat de keys zo stevig zijn. Maar als je eraan gewend bent, dit ding typt zo ontiegelijk lekker. Dat slaat echt nergens meer op. Ja, want jij zei ja, games, het is vooral een goede tekstverwerkingstoetsenbord. Ja. Jij mensen, je hoort het hier als eerst. Een goede tekstverwerking. Dat is dit model. Het is natuurlijk gericht op de gamer, maar echt oprecht. Ga er een stukje mee typen, ook als je hem in de winkel ziet liggen. Je hebt ook die 4 knopjes die je dan net in kan drukken. Doe dat, want het is echt een heel erg verfijnd gevoel. En ik weet dat ik dit veel te romantisch breng of zo. Maar het is oprecht, als je een toetsenbord fanaat bent, probeer deze dingen uit. Want ze klikken echt heel erg lekker en ook ontiegelijk precies. Dus ik weet niet wat het is. Het is de eerste paar keer dat je er een artikeltje op typt of een tweet of whatever. Ik had echt zoiets van Ja, ik weet niet, ik werd er een beetje giddy van. Ja, maar dan heeft hij ook nog een hele vette wristband. Ja, wristpad zit er inderdaad op. Dat is ook ergonomisch verstandig natuurlijk. Ja, zeker. Hij gaat trouwens niet zo heel hoog met de klikjes, met de standaardjes. Dus hij ligt wel vrij plat, maar die polssteun die helpt wel dat je een goede positie erop kan vinden. De polssteun zien we natuurlijk ook weer terugkeren van de Black Widow Chroma. Maar hij heeft nu ook gewoon chroma verlichting in de polssteun. Ja, hij wordt aangesloten met een magneetje. Zodra het magneetje verbindt, gaan de lampjes mee. Ja, nou ja, in ieder geval die lampjes, dan krijg je iets van 24 nieuwe lichtzones die je weer in mag stellen. Dus ja, ook je polssteun en sowieso de hele verlichting gaat er ook rondom. Dus het gooit ook verlichting zeg maar, naar waar je statistisch gezien niet kan kijken. Maar er zitten heel veel lichtregionen op en ik snap dat ook wel waarom ze dat gedaan hebben. Want dat geeft hem net iets meer flair. Want omdat ze nu de body zo hebben gemaakt dat de toetsen dus bovenop de plaat zitten en niet in het toetsenbord. Wil dus ook zeggen dat de toetsen zelf iets minder fel verlicht zijn als bijvoorbeeld een Black Widow V2. Oké. Okay. Ja, dus daarom heb je dat er ook omheen. Ja, ik vind het wel sexy eruit zien, maar het is natuurlijk weer zo'n smaakkwestie. Hè, van wil je dat er allemaal een hele lichtgolf omheen gaat? Ik vond het wel vet. Ja, vind ik ook. En er zitten ook een aantal analoge extra knopjes op. Waaronder dit ding, dit vind ik heel fijn. Ja, de media buttons zijn nu wel dedicated. Die hebben ze nu erbij getrokken. Is wel heel tof dat ze dat doen, maar tegelijkertijd moet je bijvoorbeeld ook wel kijken, er zitten geen macro toetsen meer op. Dat is zeg maar geschrapt na de Black Widow V2. Maar ze zijn dus wel voor die dedicated media controls gegaan. Dat scrollwieltje is inderdaad heel fijn en daar kun je dus ook allerlei dingen mee aanpassen. Dus je kunt ook zeggen, ik wil tussen mijn apps switchen als ik daar een ruk aan geef of als ik hem op de hypershift functie zet. Maar dat is sowieso wel met Razer, met de software zit het wel snor. Je kan eigenlijk alles instellen wat je wil. Ja, en dat best is wel makkelijk. Ja, wij zeggen het al heel vaak, maar we vinden Synapse over het algemeen de fijnste software als het gaat om ook al die dingen synchroniseren. Dat je toetsenbord overloopt in je muis en dan weer in je speakerset en dan weer in je PC en dergelijke. In je headset steun. In je Philips Hue
kamer. Nee, dat is irritant. Oké, maar het is wel het feit dat het kan. Het is hele fijne software. En die dedicated media controls zijn fijn, maar ik moest wel zeggen, als je hem koopt, vraag even of je hem open mag maken. Kijk even naar het volume control wheel, zeg maar. Want die zat bij mij een beetje stroef. Oh. Die zat een beetje offset of zo. Dus alles voelt heel verfijnd aan als het gaat om echt, weet je wel, de wezenlijke toetsen, de optische schakelaars. Maar dat scrollwieltje vond ik dan weer net een beetje cheap, zeg maar, voor €210. Ik weet niet hoe het zit. Dat kan ook gewoon een defect zijn van alleen dit model. Oké, waarom heeft Razer de keuze gemaakt om geen macro toetsen en geen doorsnoering van USB te doen? Waarom doen ze dat? Want het voelt beperkend op dat front. I don't know. Inderdaad, het is wel een beetje raar dat ze dus wel weer €10 bovenop de richtprijs gooien. Of nog wel 2 tientjes nu in de Black Widow V2 afgeprijsd is. Het is gek inderdaad dat ze wat dingen strippen, maar het lijkt erop alsof ze gewoon meer willen focussen op van kijk jongens, wij hebben nu hele goede optische schakelaars. Daarom zie je dus ook dat de switches liggen niet in het bord, maar liggen er bovenop en dergelijke. Er zit aluminium behuizing. Dus het is niet dat die cheap is of zo. Het is niet dat ze echt gewoon de kantjes ervan aflopen. Het is dat ze gewoon gekozen hebben om op een bepaald aantal andere dingen te focussen. En dat is vooral die schakelaar. En wat dat betreft is het ook gewoon een heel fijn ding. Nee, wat hij doet, doet hij heel goed. Wat hij doet, doet hij echt heel goed. En die schakelaar, echt joh, als jij jezelf een toetsenbord aficionado voelt, ga even naar de winkel, ga naar de mediamarkt, weet ik veel. Hij ligt waarschijnlijk volgende week, of volgende maand ligt hij fysiek in de winkels. Probeer even die dingen aan te klikken, want het is echt oprecht een heel fijn gevoel. En ik weet dat ik het bijna een beetje soort van creepy maak, maar het is echt heel fijn. Ik voel me vies. Ja. Maar goed, wil je nog meer weten over Wil je je nog viezer voelen? Wil je nog viezer voelen over de Huntsman Elite? Dat kan natuurlijk, want je kunt op gamers.nl de geschreven review checken van onze Tom Kouwenberg die naast me zit, die is lekker mee aan de slag gaan. Je hebt wel 2 USB-poorten nodig. Dus ja, dat is wel een ding. Ja. Oh. Dat staat ook op die ene USB-poort, staat ook poort. Als in eentje is voor toetsenbord, eentje is voor de poort. Maar dat is dus voor het extra verlichting op je wristpad. Dus wristpad. Ja, dus dat moet je wel even rekening mee houden. Het is een duur keyboard die wel, wat hij doet, heel goed doet. Wel geen doorlusmogelijkheden en geen macro keys. Ik vind dat een beetje raar van een game toetsenbord. Maar goed, als je dat niet nodig hebt, dan heb je het niet nodig. Het is wel een heel super stijlvol toetsenbord. Het ziet er fantastisch uit. Ja. Het werkt allemaal prima. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. Dankjewel kijkers. Tot de volgende keer bij Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken hier op gamers.nl. Bedankt voor het kijken. Tot snel.